Ja, Daniel Bredek, voor het eerst sinds maart dat je thuis weer wint. Het lijkt me een heerlijk gevoel om dat dan nu maar ook met een 3-1 te doen en gewoon een hele goede wedstrijd. Ja, dit is een belangrijke overwinning voor het vertrouwen in het team. We hebben er lang op moeten wachten wat je zegt, maar gelukkig hebben we hem binnengesleept. Bij Vlaag heel goed voetbal en we hebben keihard geknokt. En dan krijg je in de eerste helft krijg je een corner. Jij kopt hem in. Ik telde hem al. Ik kan me voorstellen dat jij hem ook al telde. Ja, klopt. Nou ja, hij werd mooi van de lijn gehaald, maar gelukkig kon Maarten hem nog binnen glijden. Ja, dan daarna. Jullie houden eigenlijk achterin gewoon prima huis. Eigenlijk in de eerste helft niet zo heel veel moeite met Cambuur. Dan in de tweede helft krijg je die 1-1 om je oren. Ja, bij mij ging toch heel even door het hoofd van, oh, het zal toch niet? Ja, bij ons ook wel. We hadden het er wel even moeilijk mee met die 1-1. Gelukkig, ik denk dat je daarna nog één kans had weggeven op de 1-2, zeg maar. En daarna hebben we het weer goed opgepakt, hoge druk gaan zetten en zelfs iets opportunistischer gespeeld. En daaruit denk ik ook zat kans gecreëerd. Ja, want de tweede helft, het wordt 3-1. Het had een veel grotere uitslag voor jullie kunnen zijn. Maar jullie zijn ook eigenlijk op twee kansen van die nummer 19 van hun niet meer in de problemen gekomen. Nee, klopt. Het was denk ik een goede keuze om hoge druk te gaan zetten. Dan heb je het spel wat meer op hun helft en dat deden we heel goed. En ik denk dat we via de zijkanten echt heel vaak zijn doorgekomen. Alleen de laatste bal was telkens net niet goed. Maar als je hier met 3-1 wint, mag je zeker tevreden zijn. Ja, van tevoren zou je toch zeggen, Cambuur, je verwacht misschien wel meer weerstand. Ja, het klinkt heel gek om dat bij de nummer laatste te zeggen. Want dat zijn helaas de feiten. Maar je verwacht veel meer weerstand van Cambuur. Maar tweede helft weinig van gezien, behalve die goal dan. Ja, dat klopt. Ik denk dat wij de tweede helft zeker gedomineerd hebben. In de eerste helft was het wel wat slordig, moet ik zeggen, van onze kant. Maar we hebben het heel goed opgepakt en gedomineerd en een mooie 3-1 weten neer te zetten. Is dit dan voor jullie ook echt zo'n basis dat je denkt van, nou ja, dit is de kickstart voor de rest van het seizoen? Ja, het is wel een hele belangrijke. Het gaat aan iedereen knagen, dat merk je gewoon. Het doet ook wel wat met het vertrouwen. Ondanks dat we geen andere dingen hebben gedaan, we zijn wel telkens door blijven gaan, nederlaag na nederlaag. Maar het is wel heel lekker, kan ik je vertellen.